met de Alman Shovel met laserblad, bestuurd door Ton van der Noord, werd het zand via een lasersysteem vlak gemaakt. De laser op statief zorgt voor het juiste afschot, zodat er geen water op de bestrating blijft staan. Op plaatsen waar nog kleine onregelmatigheden zijn, wordt het zand handmatig gepoetst. De H-profielstenen worden machinaal aangelegd door de knikmops voorzien van de stenenklem. Vervolgens worden de stenen exact aangesloten door de stratenmakers en zo nodig gecorrigeerd. De gebruikte stenen worden met de knikmops bijgereden en daarna gelegd. De combinatie van gelaserd vlakken van de grond en het snel plaatsen van de stenen is ideaal om grote terreinen op vlotte manier te kunnen bestraten. Op dit terrein van Jan Dekkers te Ammerzoden kunnen straks de zwaarste voertuigen op comfortabele wijze rijden. Dit dankzij het personeel van aannemingsbedrijf Gebroeders van der Hoort uit Ammerzoden.